kijkt naar deze extra video. Ik heb besloten even te gaan zitten voor jullie om jullie even het een en ander uit te leggen. Ik wil namelijk wat dingen gaan veranderen aan mijn YouTube kanaal. En nou ja, zoals jullie wellicht hebben gezien, afgelopen weken zijn superveel video's online gekomen. En dat was eigenlijk omdat ik zelf ook een beetje zoekende ben naar wat ik wil, wat ik wel wil, wat ik niet wil en wat jullie leuk vinden. Ik heb uiteindelijk een keuze gemaakt van wat ik wil gaan doen en daarom even deze video om dat aan jullie uit te leggen. Ik wil namelijk op maandag een make-up video online laten komen, elke maandag. En dat wordt een video, ja het kan eigenlijk van alles zijn, maar alles dat te maken heeft met make-up. Dus dat kan een hele look zijn, maar het kan ook een video zijn over bijvoorbeeld alleen de wimpers of alleen de wenkbrauwen. En ook een first impressions video. Dus als je bijvoorbeeld gave producten tegenkomt, laat het vooral even weten hieronder. Dan kan ik daar alvast naar kijken, kan ik wat ideetjes verzamelen. Ik wil dus gave nieuwe producten uitproberen. Ik wil kijken hoe de pigmentatie is. Dus ik wil echt goede reviews gaan geven die heel gedetailleerd zijn. Zodat jullie daar echt wat aan hebben. Op het moment dat jullie twijfelen van koop ik het wel of koop ik het niet. Dan wil ik eigenlijk degene zijn die jullie dat antwoord kan gaan geven. Of in ieder geval kan zorgen dat jullie dat antwoord zelf eigenlijk geven. Zo moet ik het zeggen. Dus dat wil ik op de maandag doen. De kapselvideo's die wil ik één dag gaan vervroegen. Die wil ik naar de donderdag gaan doen. Omdat ik het idee heb dat op vrijdag veel mensen toch wel weg zijn, feestjes hebben of wat dan ook. En op donderdag hebben meer mensen de tijd om een video te bekijken. Plus, en dat vind ik zelf wel een hele belangrijke reden. Op het moment dat je donderdag de video hebt bekeken, kun je dat kapsel dus al maken. En kun je daar vrijdag of zaterdag, kun je daar lekker mee experimenteren. Als je bijvoorbeeld dus weggaat en een feestje hebt, dus dan kun je het kapsel meteen al maken. Dat vond ik ook wel een hele belangrijke reden. Ik wil mijn video's voortaan 's ochtends online laten komen. Op die manier heb je veel meer tijd om ze te bekijken. Dus kun je heel de dag kun je kijken wanneer je tijd hebt en ook 's avonds. Dus dan komen ze 's ochtends al online. Ja, en dan vragen jullie je vast af, waarom ging je daar over een paar weken pas mee en niet gewoon meteen? Dat komt omdat wij binnenkort op vakantie gaan. We gaan een reis maken en die gaat naar Amerika. Dat heb ik wel al verteld. Ik heb de steden nog niet aan jullie verteld. We gaan namelijk meerdere steden bekijken. Maar het leek me wel leuk om dat nog niet te vertellen. Wij willen namelijk elke dag gaan vloggen. En dan bedoel ik echt serieus vloggen. Hè? Dus jullie mogen me er echt aan houden. Ik wil serieus gaan vloggen, ook op straat. Ik wil jullie alles laten zien, dingen uitleggen. Ik wil eigenlijk jullie het idee geven dat jullie met ons mee zijn op reis. Voor mensen die al op die plekken zijn geweest, is het denk ik heel erg leuk omdat je dingen herkent. En voor mensen die reis nog nooit hebben gemaakt, is het wel heel erg tof omdat je dan echt een beetje het idee krijgt van hoe zo'n reis in elkaar zit. Ik wil jullie negatieve punten en positieve punten laten zien, alles bij elkaar. En wij gaan samen vloggen, Misha en ik. Misha is mijn man, want ik krijg altijd vragen wie is Misha. Misha is mijn man dus. En we gaan dus samen vloggen. Dus ik heb hem ook gezegd, zie je een gave sportauto? Film het gewoon, weet je wel, zie je een tof gebouw, leg er wat over uit, zet die camera aan. Dat vond hij een leuk idee, dus dat gaan we zeker doen. Ik wil beginnen met vloggen eigenlijk al thuis op het moment dat ik mijn koffer ga inpakken. Dus wat neem ik mee, hoe stel ik setjes kleding samen, dat soort dingetjes. Ik dacht dat dat wel heel erg leuk is om mee te starten. Dus dat ga ik jullie dan allemaal laten zien, maar die komen over een paar weekjes pas online. Wij zijn nu nog thuis, dus de reis moet nog beginnen. Ik heb wel voor jullie een aantal vrijdagvideo's nog staan, dus die gaan jullie gewoon... die gaan jullie gewoon nog voorbij zien komen. Vrijdag komt er nog een Get a Look. En dat is een look van Kim Kardashian. Een wet look, als het ware. Dus ik vond die zelf wel heel erg tof. Dus ik wilde hem graag even met jullie delen. Om te laten zien hoe je dat voor elkaar krijgt. Ik heb nog een video met mijn nagels. Ik heb echt van die Amerika nagels laten zetten. Ik echt in de Amerikaanse kleuren. Ik vond het wel tof om er even een keertje wat mee te doen. Het is natuurlijk een grapje. Het is niet helemaal serieus. Maar ik vond het wel leuk om even een keertje wat in dat thema te doen. Daar heb ik ook weer een video van, dus die gaan jullie nog voorbij zien komen. En ik heb een super toffe video over hoe je deze vlecht maakt. Dus ook die ga je voorbij zien komen. En verder ga ik nog druk in overweging wat voor verschillende series ik wil gaan maken. Want ik wil dus wel over de kapsels verschillende dingen gaan doen. Nu had ik bijvoorbeeld een hele serie met Get a Look. En die komt dus aankomende vrijdag dan op zijn einde. De laatste dus van Kim Kardashian. En ik wil wel weer wat nieuwe dingetjes gaan bedenken. Dus dat komt allemaal nog. Maar in ieder geval wilde ik jullie dit even alvast mededelen. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. Dus de reisvlog komt online. Een nagelvideo. Een video met dit kapsel. Een video van Kim Kardashian. En vervolgens dus daarna
de reisvlogs en dan maandag en donderdag een video. Ja, en in de tussentijd kunnen jullie mij ook op de social media volgen. Jullie kunnen mij volgen op Snapchat. Ik zal hem even in beeld zetten. Ik plaats ook daadwerkelijk tegenwoordig dingen op Snapchat. Dus jullie kunnen mij daar gewoon toevoegen. Ik heb ook Instagram. Deze zal ik ook even in beeld zetten. Deze gebruik ik zelf heel erg veel. En ook zeker van de vakantie zul je daar ook foto's op kunnen vinden van onze reis. Twitter doe ik heel erg weinig mee. Ik zal hem wel eventjes hier in beeld zetten. Maar ik heb het idee dat Twitter een beetje dying is. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Eigenlijk gebruik ik Twitter voornamelijk om even een link te delen van mijn nieuwe video of wat dan ook. Verder eigenlijk niet. Maar jullie kunnen mij daar wel heel makkelijk bereiken. Dus mochten jullie een vraag hebben of wat dan ook, stuur mij gewoon een tweet en dan reageer ik. Ook mijn Facebook gebruik ik heel erg regelmatig en die zal ik ook even in beeld zetten. Ik plaats meerdere malen per week plaats ik iets van een foto of wat dan ook. Dus jullie kunnen mij daar ook volgen en jullie kunnen daar ook natuurlijk jullie vragen stellen. En dan doe ik mijn best om ze te beantwoorden. In de infobox hieronder staan alle links naar de social media pagina's. Dus dat is misschien wel makkelijk. Als je even in de infobox kijkt kun je die gewoon heel makkelijk aanklikken en dan ga je er direct heen. En jullie kunnen ook naar mijn website www.lindaharmsen.nl en daar kun je ook alle social media aanklikken. Die staan heel makkelijk in tabbladen en dan ga je er ook direct naartoe. Je kunt je daar ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Ik doe zo ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Dan deel ik mijn kapsels met jullie en ik deel ook wat video's die ik eigenlijk een beetje highlight. Dus die ik dan het leukste vond van het afgelopen paar maanden of het afgelopen half jaar. Dus daar kun je voor aanmelden. Als je kijkt op je pc of op je iPad en er wel een liggende stand, dan staat het blokje rechts in beeld, rechtsbovenin. Dat is een lichtroze vakje en die kun je invullen. Kijk je op je mobiel, dan moet je helemaal naar beneden scrollen en helemaal onderaan staat ook dat roze vlakje. En als je daarop aanmeldt, dan krijg je een paar keer per jaar mijn nieuwsbrief. Dus ik hoop dat je dat leuk vindt, dat je je wil aanmelden. En ik hoor heel erg graag van jullie, dus ik zie jullie vast wel op een van deze social media pagina's. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor het luisteren naar mijn geklets. En ik zie jullie heel snel weer terug. Doeg!